Hartelijk welkom bij de Sportarena. En ook vandaag hebben we weer fantastische gasten weten te vinden. Wat dacht u van de coming man in het Nederlandse zwemmen? Uit Venray, onze eigen Dion Dreesens. En we hebben de rots in de branding van VVV Venlo, aanvoerder Marcel Sijp. Verder ook in deze Sportarena aandacht voor handbal. Want de mannen van de Lions kregen Quintus op bezoek. En dan hebben we het over de kwartfinale van de beker. Daar later in dit programma beelden van. Uiteraard ook een club van de week. Deze keer voetbalvereniging Bieslo uit Bezel. Hey. Ja. En ze zijn nog wat rustig, maar ze gaan loskomen. Ik zal ze nog een keer de kans geven. Bieslo uit Bezel. Ah. Rustige jongens hebben jullie meegenomen. Welkom Ron Hendricks en Rick Voiler. Rick PR, Ron de vicevoorzitter. Ja. Ja, zeg je. Ik zeg rustige kinderen. Netjes opgevoed. Op het veld niet. Op het veld niet? Nee? Vertel, ben ik gelijk benieuwd. Nou ja, goed, Sint-Bruis. De mannen die hebben vorig jaar kampioenschap gemaakt. En, met welke leeftijd is dit? Wat ze dit is de 11-jarige leeftijd. Dit is al... dus nu de E1. Oh. En vorig jaar waren de E1 kampioen met de B1 en de A1. We zijn ook op het Sportgala Ruiveren mogen komen. Dus dat was wel een leuke start. Dus voor een klein clubje eigenlijk als Bieslo, zeg ik zo. Maar wie leden heeft Bieslo? 400 leden. 400 leden? Ja. Bij een redelijk grotere club als Bieslo al. Ja, daar zijn we ook heel trots op. Nee, is heel netjes. Dat is netjes, joh, 400 leden. Ja, vorig jaar rond oktober zo gaat, is het 400ste lid erbij gekomen en de teller blijft op het moment maar doorgaan. Ja. Dus, ik zoek dat wel. Het vlaggenschip van het Drakenrijk speelt nog steeds zesde klasse, maar ik geloof dat toch een einde aan het gaat komen. Hè? Die staan bovenaan. Ze staan bovenaan en we hopen aan het einde van het seizoen een feestje te mogen vieren. Dat ja, wat me ook veel, vorige week de topper van Limbrecht gewonnen met 2-0. Overduidelijk. Maar het geheim erachter viel me op, wieg de website los. Twee dagen voor de topper gewoon een après-ski party. Ja, dat is het geheim van de club. De feest is weer af. Ja, de mos gaat door. Nee, maar het vlaggenschip gaat goed, ja. Periode kampioen op test. Dus wat dat betreft is het altijd goed. Maar ja, goed, we hebben nu afgelopen zondag 6 punten losgespeeld. Dus we hopen dat de Lien zich doortrekt. Maar er moeten nog 8 wedstrijden gespeeld worden. Dus, de belangrijkste wedstrijden die komen nog rond. Zo is dat. Ja, dat werd tegen als ex... voetballer, ex-profvoetballer, Bino. Nee, dat toch wel niet. Dat Bino, zeg. Oh ja, dat is graag rook. Hey, net als eerder club, heb jij een aantal foto's ingevuld. Nou, de foto's gewoon. Ik heb hier een hele mooie poster. Instijf Clinic Jeugdzaalvoetbal. Nu weet ik dat jij van de veldvoetbal zit. Wat is dit? Ja, wat we gedaan hebben, we hebben eigenlijk vorig jaar zijn met onze zaalvoetbal, plaatselijke zaalvoetbal BZVV om te offer gegaan. Die hebben 2 seniorenteams. En vanuit de jeugd Bieslo vonden we eigenlijk dat we dat aan techniek moesten gaan doen. Ondanks dat we een kleine vereniging zijn, willen we toch met ambitie erin vliegen. Toen dachten we, nou, zaalvoetbal zou een mooie verbetering kunnen zijn voor de techniek en de tactiek, de looplijnen. Ja, dat hebben ze zelf ook gedaan, de wedstrijd dat kan betekenen. En toen zijn we de stoute schoenen gaan aantrekken. En toen hebben we gekeken wat er mogelijk is. En toen hebben we een grote enquête opgezet binnen Bieslo. Nou ja, goed, en zus al gauw dat ze binnen Bieslo niet kunnen strekken. Dus ze zijn de vriendjes via via bijgekomen. En nu voetballen ze dit jaar voor het eerst met een jeugdteam in de zaal op een zondag. En dat is de B1. En dat is Zwalmenaren met Bieslonaren. En dat concept dat willen we regionaal gaan uitbreiden volgend jaar. Dus nou, jongere leeftijd. Een jongere leeftijd. We hebben wel inderdaad geleerd dat ze eigenlijk moest starten op het D. Ja. Dus alleen maar competitie D, C en B. En techniek een... training bij de B, denk ik, dan best al aan de late kant. Ja, precies. En best al op zo'n hoog niveau dat ze tegen de voetbal, tegen echt topverenigingen, grote verzorgingsgebieden, Sittard, Maastricht, grote steden eigenlijk. Dus we hebben nu een campagne opgezet, ook in contact gegaan met Zwamen en met Ruiver, om te kijken van wat kennen we aan deze kant van de Maas eigenlijk. Dat is zeg maar vanaf Vermuin tot zeg maar fietsafstand Belfalt. Wat kunnen we daar gaan opzetten aan die campagne? Ja, dat is dit nu... een onderdeeltje uit. We zijn dat nu vol aan het publiceren. En Rick had ook heel veel PR-momenten. Ik zie dat 24 maart in Sporthal de Schans te Ruiven van 2:30 tot 4. En mensen die meer willen weten, info@bieslo.nl. Ja, we gaan naar de foto's en we zien foto daar aan het scherm. Televisie verschijnen eerste. Rick, wat zien we? Dit zijn de toernooien in Bezel. Dit is penalty bokaal. Er werd jaarlijks voor de jeugd weer toernooien gehaaien. Ja. Weer voor 2 weekenden. Hoe zijn, voor de eigen jeugd van Bezel alleen? Voor de eigen jeugd, ja. En de omringende
teams die zich aanmelden. Van totaal iets meer dan 100 teams over 2 weekenden. Meer dan 100 teams? Meer dan 100 teams. Dat is gezellig. Ja. Ja. Dus we zijn nog heel trots op dat we dat mogen doen. Ja. En de foto, dat was het moment in het toernooi. Hoe bij een penaltybokaal werd gehaaien. Hoe dan alle teams rondom de 16 gaan zitten. En dan gaan kijken naar de finale van de penaltybokaal. Ja, geweldig. Gezellig. Ja, heel gezellig. Ja. Ja. En lang dag. We gaan naar de tweede foto. Een elftal foto van de mini-F als ik het goed heb. Samen met Ruiver als ik het goed zie. Ja, dat zijn verschillende clubs bij elkaar. We zijn dit jaar gestart met de mini-F's. En die spelen kleine toernooitjes. 2 wekelijks volgens mij. Welke leeftijd hebben we dan, mini-F's? 5, 6 jaar. 5, 6 jaar, ja. Ja. Dus we hebben de instap op 5 jaar door de rook verlicht. Het zijn echte kaboutertjes nog. Ja. Ja. Die allemaal op een hoop lopen nog. Inderdaad, maar heel leuk om te zien. Ja. 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 De trainers het leven in de joystick hadden. Ja. We gaan naar de volgende foto. De girls van Bezel. De girls van Bieslo. Ja, dat is het damesvoetbal. Dat al een aantal jaren binnen Bieslo groeiende is. Met 1 seniorenteam en nu ook 2 jeugdteams. En zo is het niveau en de enthousiasme binnen de dames groeien. Ik was nog jong. Ik zie die vrouwen die zijn ook jong. Die zullen van dienen leeftijd. Is dat ook echt zo dat die dames zorgen voor een betere sfeer in zo'n voetbalclub? Zeker. Dat hebben ze nerven, jongens ook meisjes. En met meisjes met de meisjes erbij is het alleen maar gezelliger. Ja. Ja. Komt dan niet het macho gedrag van die voetballers nog meer naar boven? Ja. Kan ik zelf niet beamen, maar... Dat moest wel niet doen, Ik kreeg zo'n ruzie toe. We gaan naar de volgende foto. Volgens mij heeft dat niks met voetballen te maken. Nee, dat is de schaatsbaan. We hebben eigenlijk nu 2 keer in korte tijd een schaatsbaan kunnen hebben. Ja, dat is gewoon, er loopt het ganse dorp elke dag de baan op. En dat is gewoon ontzettend meerwaarde voor... Ja, maar Dick zei, we hebben een schaatsbaan, maar ik denk, het voetbalveld staat onder ijs. Wie heb je dat gedaan dan? Ja, dat is een diep game. Want er zijn verenigingen die dat hebben proberen te evenaren. En dat is echt niet zomaar te doen. Dus dat is toch niet simpel, maar het geheim van Bieslo. Absoluut, ja. En dan is het dus ook bij strenge winters. Sint jij de enige club die absoluut niet klaagt? Ja. Kom maar schaatsen. Precies. En het is gewoon supergezellig. En ja, goed. Dadelijk zullen we ook zien dat we een verbouwen zijn. We kennen de centen die we door met Ben halen. Ja, laten we de foto gelijk erbij pakken. Perfect, zeggen. Ja. Wat kon je maken? Een nieuwe clubhoes? Kantine. Ja, clubhoes is niet golf, hè? Ja, we hebben dus, dus de accommodatie gaat op een shop. Dat werd gerenoveerd. En nog heel veel gemeentelijke sessies zien we nu zover dat we een bouwen zien. En we zien dat ook in combineren met andere sporten erbij te betrekken. Dus op het park voetbal, of Korvald ook de Roka Korvalvereniging. Ja. En ja, voor mij net gesproken, ook dat is iets wat we wel inderdaad het fun factor om met meerdere groepen eigenlijk gebruik te maken van de accommodatie. Ja. Willen we echt gaan opzetten. En we zien ook andere dingetjes aan het verkennen. Ook van Buur kent je het bos in, boswandelingen, Nordic walking. Zo gaat precies, ook. Ja, precies. Ja. Fietswandelroutes werden gedacht, knooppunten creëren ervoor. Maar ook misschien beugelen of jeu de boule, ouderen te betrekken erin. Ja. Dus het werd meer een multi-sportaccommodatie. Ja, de sportvereniging van de toekomst werd gehaald. Ja, daar gaan we daar zijn we met aan het beginnen. Ja. Ja. Nou, ik wens je al heel veel succes bij je, ook met het nieuwe tak, het zaalvoetbal. Dankjewel. Zo zeggen, amuseer de Gieven Hoven. Laat ik nog één keer horen voor de mannen van VV Bieslo. Ja, ze zijn nog steeds bij. Ik heb op plaats nummer. Ik ga naar de tafel. Ik ga het gesprek aan en ik schakel heel even om naar het Nederlands met Dion Dreesus. Applausje voor het Nederlands beste coming man op het zwemgebied, Dion. Ja. Want Dion, pas 19, nog steeds 19 eigenlijk, en al een Olympische Spelen achter de rug. Ja, dat klopt. Vorig jaar was dus de Olympische Spelen en daar heb ik hem meegedaan. Ja. Ja, je komt uit Venray. Was eigenlijk een verrassing dat je aan het werk mocht op de Olympische Spelen. Ja, dat klopt. Tijdens de Swimcup van vorig jaar heb ik me kunnen plaatsen in de groep voor de Olympische Spelen. Destijds werd ik nog geplaatst in de estafettegroep. Maar, je kwam 1800ste tekort op de, als ik goed heb, op de 200 meter vrije slag die je zwemt. Ja, 1900ste was 1900ste, kijk, zit er weer een 100ste langs. En die zijn belangrijk in het zwem. Mm-hmm. En, maar je werd toch geselecteerd als reserve voor de estafetteploeg. En dat betekende dat je toch mocht deelnemen ook aan de 200 meter vrije slag. Ja, dat klopt. En hoe was die ervaring Olympische Spelen? Wat voor impact heeft dat op een gast van 19 jaar? Ja, het is moeilijk te zeggen. Het is echt een enorme ervaring. En
als je eenmaal aan het bad staat, weet je niet wat ze overkomt. Dus ik ben blij dat ik het heb meegemaakt en over 4 jaar hopelijk nog een keertje. Ja, maar nou heb ik mensen nou voor de televisie zitten die weten wat zwemmen is. Die kunnen zich bij 200 meter vrije slag de borst krabben, mensen. Mm-hmm. En 400 meter vrije slag, wat jou, als het goed is, jouw beste nummers zijn met de estafette. Ja. Kunnen ze zich wat voorstellen. Maar als hij zegt, dat bad, dat is ongelooflijk. Dan denken die, ieder bad is hetzelfde. Waarom was het op de Olympische Spelen zo speciaal? Ja, ten eerste zaten er ongelooflijk veel mensen in. Ik weet het niet, het aantal nummer. Ja, was maar volgens mij 20.000 in het stadion. Ja, dat is aardig veel voor een zwembad, laten we zo zeggen. Ja. Maar ook het geluid dat ze produceren. Dat moet niet normaal zijn geweest, het lawaai wat daar geproduceerd werd. Inderdaad, het echoot van alle kanten op. En het is gewoon een ongelooflijke ervaring. Wat doet dat dan? Betekent dat bij jou kippenvel of extra zenuwen? Of? Ja, normaal heb ik dat eigenlijk nooit van die mensen in het publiek zie ik nooit. Ik ben gefocust op de race. Maar deze keer zag ik ze ook niet. Maar ik hoorde ze overduidelijk. Dat bracht ik wel even kippenvel op. Ja. Je hebt behalve dan dat je je eigen 200 meter hebt mogen starten, heb je genoten ook van alle sporten. Die daar vooral in het zwembad, maar ook, mm-hmm. Je hebt meer gezien, hè? Je hebt echt de Olympische Spelen opgesnoven. Ja, dat klopt. Ik heb natuurlijk alle finale sessies gezien na mijn ochtendste sessies gezien na mijn race. Maar ik heb ook andere sporten bezocht, zoals hockey. En overdag zie je ook alle mensen. Heb je de dameshockeyfinale gezien? Niet de finales, maar wel de halve finales. Oh, dat was ook kruik. Dat was die thriller tegen Groot-Brittannië. Ja. Zowel de man als de heer heb ik ze gezien. Dus ook de enorme overwinning van Groot-Brittannië. En betekent dat ook dat je kennis hebt gemaakt met het nachtleven van Londen? Want na 4 jaar trainen voor een traject, mm-hmm. en jouw wedstrijden erop zitten, denk ik dat je ook wel even dat wil verkennen. Dat is sowieso niet zoveel mogelijkheid als je in training bent of in wedstrijdvoorbereiding. Ja. Maar na de Olympische Spelen hebben we het zeker gedaan. Is het bij jou ook zo dat deze Olympische Spelen zo'n indruk hebben gemaakt dat je eigenlijk je doel voor de volgende Olympische Spelen al niet meer hoeft te stellen? Dat zit nou helemaal in je geheugen gegrift en volgens mij op je lijf geschreven. Ik weet niet of je het kan laten zien. Kijk, ja. De Olympische ring. Nee, klopt. Ik heb ze ook op mijn huid laten tatoeëren. Maar het zit ook zo diep in mijn hoofd dat ik ook gewoon over 4 jaar weer mee wil doen. En dat gaat lukken? Dat denk ik wel. Mag ik hopen. Dionno, is 2012 een fantastisch jaar voor jou als zwemmer geweest. Dus die Olympische Spelen, je hebt je eigen PR's verpulverd. Je bent ook degene die de jeugdrecord van Pieter van der Hogeband aan Gort heeft gezwommen in een verleden. Dan zit je met 200 meter volgens mij op 1,47-61 als jouw PR op de lange baan. En 400 meter op 3,52. Dat klopt. Ja. Ja, dan zit je nog, als je de tijden pakt van het wereldrecord van Biederman op die beide assen, zit je nog heel ruim vanaf. Wat ga je dan nou doen om richting die tijden te komen? Ik ben nog aardig jong voor een zwemmer. Dus ik heb sowieso nog de ruimte om te groeien. Waar ligt de piek van een zwemmer op de vrijslag? Stoppunt ligt op 23 jaar ongeveer. Volgende Olympische Spelen. Dat past precies, ja. Ja. Maar ik heb nog wel veel ruimte in spiergroei en technische verbeterpunten, die liggen er ook nog steeds. Ja, jij bent heel groot, 1,94 meter. Is dat een voordeel? Ja, dat is zeker een voordeel. Elke centimeter die je groter bent, hoef je eigenlijk minder te zwemmen. Tik je eerder aan. Ja, dat klopt. Maar dat is wel echt een groot voordeel voor zwemmers. Ja. Waar sta jij momenteel op de wereldranglijst? Ik denk nu met mijn tijd rond de 20e plaats mondiaal. En een jaar geleden? Een jaar geleden zou ik zo niet durven te zeggen, maar het zal denk ik rond de 100 of erboven zijn geweest. Ja, om aan te geven de sprong die je gemaakt hebt. Anders denk je de 20e van. Maar dat is een gigantische sprong. Nou weet ik dat zwemmers best wel wat uurtjes trainingsarbeid verrichten. Mm-hmm. Kun je vertellen hoeveel uren er in de week in gaan zitten? Ja, dat kun je wel zeggen. Ik train ongeveer 25 uur per week. En daarvan is zo'n 20 uur zwemmen. En de rest is krachttraining en landtraining. Ja, die landtraining is kracht en coördinatie of balance? Of? Ja, rompstabiliteit. En, ja. Ja.
Zo'n ding. 25 uur. Dat is veel. Dat zijn vragen het straks aan Marcel Seid, maar volgens mij een aantal weken in het voetbal. Nou, ja, die zijn 3 weken naar Thailand geweest. Mm-hmm. Is dat vervelend, 3 weken in het buitenland voor jou? Is dat heerlijk? Is dat nodig? Waarom? Ja, het is sowieso heerlijk. Het zonnetje schijnt. Dat is niet hier iedere dag in Nederland. Maar we kunnen ook buiten zwemmen. En ja, het leidt gewoon een beetje af van het dagelijks leven. En daarnaast is het goed om buiten te sporten in de zon en vitamine op te doen. Ja, Thailand is heel ver. De zwemmers moeten ook wennen aan het reizen. Dat aan ook, het op iedere plaats kunnen presteren. Ja, dat klopt. Ja, je moet op iedere plaats kunnen presteren en snel acclimatiseren, zeg maar. Ja. En dat doen we door middel van deze reisjes. Ja, reisjes. Jullie hadden in Phuket in Thailand natuurlijk een fantastische onderkomen. Ik heb de foto's gezien, ik was er jaloers op. Vervolgens ga je naar Leeds. En volgens mij was Leeds ook de voorbereidings, de laatste halte voor de Olympische Spelen. Mm-hmm. Is dat dan ook speciaal om daar terug te komen? Ja, het was sowieso mijn eerste keer, vorige keer. Maar ja, het is een heel mooi bad en het brengt mooie herinneringen op. Ja. Ja. Daar heb je voor de eerste keer ook echt weer gereisd. Hoe gaat het? Op zich wel redelijk. Ik ben naar Thailand helaas een weekje ziek geweest. Ja, als je het mooie weer hier moet wennen, dan is dat lastig. Nee, inderdaad. Maar op zich was het wel redelijk. Ik ben weer goed in de opbouw. En over een maandje dan kijken we ervoor staan. Ja, over een maandje is de Swim Cup in Eindhoven. Ja. Heel belangrijk voor jou, want op de Swim Cup kun je je kwalificeren voor de WK in Barcelona later dit jaar. Mm-hmm. Nee, dat klopt. Hoe liggen jouw kansen? Ik moet nog wel een PR zwemmen van een halve seconde. Wow. Dus dat moet nog allereerst gebeuren en dan ben ik pas zeker van kwalificatie. Ja, je moet naar de 1,47 rond toe, waar je PR een halve seconde hoger nog ruim staat op de 200 meter. Mm-hmm. Dat is wel de afstand waar je je op richt? Ja, dat is zeker de afstand. De 400 is nu nog een soort van bijnummer, ook de 100. Maar de 200 is voornamelijk mijn nummer. Ja. En wat als jij droomt over die 200 meter en je droomt over Rio, wat droom je dan? Rio ligt nog heel ver weg. Ik droom er natuurlijk wel van. Ik hoop sowieso daar in de finales te kunnen zwemmen. En wat daar meegenomen is, is mooi. Maar ja, natuurlijk droom ik over medailles. Maar dat, het zou toch fantastisch zijn, 2 Limburgers, jij en Jurie Verlinde, die daar in de medailles Ja, dat zeker. Maar het ligt nog allemaal heel ver weg. Dus ja, wat een reëel doel is, dat weet ik nu nog niet. Maar je hebt een trainer die je bij dat doel gaat helpen. Dat was tot nu Jaco Verharen. Mm-hmm. Die kennen we allemaal wel. Die is technisch directeur geworden van de Zwembond. Je krijgt nou te maken direct al met Marcel Wouda. Ja. Die trainerswissel heeft al plaatsgevonden. Bevalt dat? Ja, het bevalt zeker. Maar het is, ja, enerzijds is Mas gewoon echt een hele leuke vent en trainer. Ja, ik kan er prima onder trainen en ook ja, gewoon buiten trainen ook goed mee omgaan. Maar aan de andere kant zit Jacques Verharen en Marcel Wouda, die zitten nog samen in gesprek en ze volgen het samen echt heel dichtbij. Dus, ja, Jacques was eigenlijk de baas van Marcel, hè? Als je het zwart-wit bekijkt. Ja, ongeveer kun je het wel zo zeggen. Ja. Dus daar gaat het niet aan liggen? Nee, dat zeker. Nou, met zwemmen gaat het helemaal goed komen, of met voetballen goed gaat komen. Dat gaan we straks zien als je het met het kickstartspelletje gaat opnemen tegen Marcel Seid van VVV. Nogmaals, alvast bedankt voor de komst en alvast een groot applaus van de mensen van VV Bislo. Ja. Wij komen dadelijk na de pauze terug met Marcel Seid hier aan deze tafel. Nu eerst de reclame. Welkom terug in de Sportarena. Achter mij nog steeds de club van de week, VV Bislo uit Bezel. Ja. En aan tafel aangeschoven de aanvoerder van VVV, Marcel Seid. Marcel, welkom. Marcel, vorige week Willem II. Kun je eindelijk aansluiting vinden om die play-offs alsnog te ontlopen en dan verlies je bij de nummer laatst? Ja, klopt. Het was een hele belangrijke wedstrijd. Je wist eigenlijk van tevoren, als je daar wint, dan is Willem II gewoon gedegradeerd. En dan kun je naar boven kijken. Maar helaas is het niet zo. We hebben wel geluk gehad, denk ik, dat het gat naar de nummer 15 is niet heel ver uitgelopen.
Maar je moet nu ook gewoon realistisch zijn. Je moet ook de onderste plek in de raad houden. Ja, je staat 5 punten voor op Willem II. Ik denk dat dat jullie voornaamste zorg nou is. Ja, tuurlijk. Maar kijk, 5 punten is nog een heel groot gat. En er zijn niet heel veel wedstrijden meer. Dus, het is een gekke competitie. 2 overwinningen voor Willem II. Dat klopt, maar jullie hebben ze in het zadel geholpen. Ja, dat klopt. Maar 2 overwinningen van ons en wij staan ook uit de play-offs. Dus zo is het. Ja. VVV krijgt veel kritiek de laatste tijd op de behouden speelstijl. Nou, hebben jullie er voor Willem II in 4 wedstrijden 7 punten mee gehaald? Of 3 wedstrijden eigenlijk 7 punten, daarna PSV uitverloren. Dan zeggen alle kenners, dat mag. En nou verlies je voor Willem II. Dan komt die kritiek weer aanzwellen. Hoe kijk jij daar zelf tegenaan? Als je ook voor de winterstop keek, dan ik denk toen wij onze toen we onze speelstijl iets veranderden, van we kregen natuurlijk elke wedstrijd 3-4 goals tegen, hebben we veranderd. We krijgen nu een stuk minder tegen, ook geven we weinig kansen weg. Dus ja, ik denk als team dat we minder snel druk zetten, dat we wat meer compact staan. En ja, dat mensen dan zeggen dat het wat is het, negatief voetbal misschien? Ik kan je voorstellen dat supporters zeggen, we zien te weinig voetbal. Dat kan me best voorstellen. Ik sta zelf in het veld en ik sta er ook niet van te springen, moet ik ook zeggen soms. Maar ja, we doen ons best en meer kan je niet doen. Het doel heiligt de middelen. Ja, nou ja, kijk, als je aan het einde van het seizoen er gewoon in blijft, dan moet ik heel erg zeggen, dan maakt het mij niet uit hoe het voetbal is geweest. Ja. Jij bent een verhaal apart. Je kwam in juli, zeg ik goed juli denk ik, binnen als stagiair om een plekje af te dwingen. En ruim een half jaar later ben je aanvoerder. Kun je die periode een beetje beschrijven hoe je binnenkomt en wat er veranderd is dat je nou al aanvoerder bent? Ik heb mooie tijden in Engeland gehad. Daar heb ik 6 jaar gezeten. Wacht, ik neem eens even door. Plymouth, Bradford, Charlton. Ik mis er nog eentje volgens mij. Sheffield United, Blackpool. Kijk, allemaal vanuit Plymouth de meeste verhuurd aan... Ja, klopt. Ja. Alleen Bradford heb ik ook 1 jaar gezeten. Ja. Dus klopt. En daar heb ik mooie tijd gehad. Maar door de omstandigheden kwam ik daar in de lagere divisies terecht. En we zijn met Plymouth bijvoorbeeld bijna failliet gegaan. Dus toen kregen we -10 punten, zijn we gedegradeerd. En toen was het heel moeilijk om ook weg te komen. Ben ik nog wel een paar keer op huur geweest, maar had ik last van blessures. Kwam ik ook niet echt... Ja, bij Charlton, mooi clubje trouwens. Ik ga dan wel eens kijken met TVL's. Maar heb je door blessures helemaal niet kunnen spelen? Nou, nee, dat was door het weer. Dat was, door het weer? Door het weer. Ik was er op huur. En dezelfde trainer die toen bij Bradford kwam, Phil Parkinson, die zat toen bij Charlton. En er was een hele slechte winter. En ik geloof dat er iets van 14, 15 wedstrijden die ik mocht spelen in die huurperiode. En er waren er geloof ik 2 die waren doorgegaan. Nou ja, en dan... dat is ook wat. Ja, dus dat pech heb je soms ook. Maar ja, als dan iemand anders komt kijken. Kijk, dan op je cv staat het niet heel goed natuurlijk. En dat was een beetje het probleem. Dus op de duur had ik gewoon besloten, ik moet weg uit Engeland. Er komt geen team voor mij uit de championship. Wat ik wel vind dat ik dat niveau aankom. Dat is het tweede niveau in Engeland. Dat is het tweede niveau. En toen heb ik gewoon gezegd, ik ga eens kijken of ik weer in Nederland kan voetballen. Ja. En zodoende. Ik wil heel even wat je overgehouden hebt aan Engeland. Want je hebt er volgens mij het mooiste uit jouw leven aan overgehouden. Kun je dat vertellen? Ik weet niet, ik denk doelde op mijn familie. Ik denk om te beginnen je vrouw, ja. Ja, dat klopt. Ja, ik heb een Engelse vrouw, die heb ik ontmoet in Plymouth. Dus dat was mijn eerste club toen ik daar kwam. En, ik denk, dochter van de voorzitter? Dat was toen de tijd nog de dochter van de voorzitter. Ja. Van de voorzitter daar. Dat doe je altijd goed als je die inpalmt. Ja, daarom. Daarom was de club ook een probleem. En ze gaven veel te veel geld uit. Dus, en je speelde altijd. Ja, daarom. Dus dat was allemaal prima. Maar nou, ik zei dat... dat is allemaal prima. Ook snel getrouwd. 2 kinderen nu. Dus, ja. Dus, en hoe voed je ze op? Nederlands of Engels dan? Tweetalig. Dus ik praat gewoon Nederlands. Of wat mijn accent maar is. Ja, een klein beetje Noorders. Ja, en zij praat Engels. Dus prima. En kent zij al een paar woordjes Nederlands? Ze heeft een Nederlandse les, dus ze doet aardig. Is nou hier, want je woont in Belfeld, ja. Vlak bij Bezel. Ja.
Ja, we zitten op dat droompark en daar. Op dat recreatiepark. Ja, ik weet het, mijn zoon heeft er zwemles gehad, dus ik ken het. Okay, ja. Dus, het is prima daar. Ja, het is prima. En, de familie heeft het ook naar de zin. En de kleine die gaat naar school, die gaat naar de peuterspeelzaal. Dus ik heb prima naar de zin in Nederland. Ja, perfect. Engeland was voor jou in eerste instantie een vlucht. Want je hebt twee keer voor Jong Oranje. Ik moet zeggen, ik zocht het op. Ik wist het niet. Gewoon twee keer Jong Oranje gespeeld. Je was gewoon eigenlijk een heel groot talent in Nederland. Ging heel snel van Veendam naar Heerenveen. En wat gebeurde er daar dat je uiteindelijk moest vluchten naar Engeland? Dat is een beetje buiten het voetbal om misschien. Ik leefde niet echt voor de sport, laat het zo maar zeggen. Dus ik moest eigenlijk... Niet leven, je bedoelt met drinken? Bijvoorbeeld, ja. Ik had wat andere dingen misschien. Ja, bijvoorbeeld. Dus ik heb nog al die kroeg, dus als je nog belang erbij hebt. Maar, dus daardoor dacht ik, ik moet gewoon even weg en weer een nieuwe start beginnen. En misschien daardoor heb ik misschien niet de clubs gehad die ik misschien had kunnen hebben. Dat weet ik ook niet. Maar je gaat me nou zetten een stap te snel, want je hebt zelf ergens in een interview verteld. Ik stond met Heerenveen tegen Ajax, dronken op het veld toen ik scoorde. Je maakte de winnende 2 en hebben jullie toen gewonnen. Je hebt gescoord. Ja, ik wil niet zoveel terugkijken op dat. Dat is een slechte periode geweest. Maar laten we zeggen, ik heb niet goed geleefd toen de tijd bij Heerenveen. Ik was misschien te vaak op stap en concentreerde me minder op voetbal. Ik wil dat gebruiken omdat je nou bij VVV, en dat zie ik van dichtbij, een voorbeeld bent voor de rest. Ja. Ja, maar dat komt omdat ik ben totaal veranderd. Toen ik mijn vrouw heb leren kennen in Engeland, leefde ik gewoon voor de sport, deed ik er alles aan. En daar heb ik nu misschien weer profijt van. Van nu, naar we zeiden, gaat het allemaal prima bij VVV. Ben je ooit zo afgetraind geweest als nou? Dat ook niet, denk ik. Nee, ja, ik had nooit echt een bierbuikje, moet ik zeggen. Nee, dat laat maar aan mij over. Alhoewel, dat is wijn. Maar nee. Manja. Nee, maar ik bedoel, je ziet er afgetraind uit. Je staat fantastisch te voetballen. Je bent zelfs mede topscorer van VVV. Ik heb het opgezocht. Het meeste wat je ooit in één seizoen gescoord hebt, is 3. En je hebt nou het dubbel al. Nee, ik zit op 5. Ik ga je even snel... Deze uitzending is zaterdag en zondag en ik tel de wedstrijd Heracles er al bij. Dat is goed. Ja. Ja, hoe verklaar je dat? Nou, ik heb bij Heerenveen heb ik ook heel vaak rechtsback gespeeld. En dat was heel vaak, mijn corner is voor, dan moet een linksback en rechtsback achterin blijven. Dan kijken ze niet eens of iemand wel kan koppen of niet. Dat is vaak standaard. Dus, dat is het eigenlijk. Wat moet ik ervan zeggen? Ik bedoel, hier ga ik wel mee. En elk kansje dat ik gekregen heb, dat ging er op het moment ook in. Dus, Heeft dat er ook mee te maken dat als je... Ik typeer jou als een type winnaar die echt... ten koste van alles die punten wil binnenhalen. Zo zijn er niet heel veel voetballers in Nederland. In Engeland hebben ze er daar dozijnen van. Ja. Met alle tekortkomingen ook. Hier in Nederland hebben we daar veel te weinig van. Is dat ook de reden dat je in Nederland misschien meer scoort? Misschien ook. Misschien dat het iets makkelijker is van... als je ziet in Engeland, dan daar heb je spitsen en centrale verdedigers. Die zijn allemaal 2 meter. Geen tanden. Nou, dat is het zo'n beetje wel. Dat is echt die stempel die ze nog hebben. Ja. En dat is in de championship valt het mee. Maar hoe laag je gaat, dat is niet te geloven. Ik heb nog nooit een spits tegen me gehad die kleiner is dan mij. En ja. ik ben nou niet echt heel klein of nee. Zo. Dus ja. Nee, maar ook die krijg je wel gesloopt, neem ik aan. Ja, dat leer je wel, hè. Dan moet je af en toe wel eens een tackeltje erin gooien. Hey Marcel, moeten we ons zorgen maken over of VVV in de Eredivisie blijft? Nou ja, kijk, je weet vooraf wat de doelstelling was. En je weet vooraf ook dat je speelt om degradatie. Dus ik denk niet dat we ineens in paniek moeten schieten dat we hier nog staan. Van, dat was denk ik ingecalculeerd. Maar kijk, dat je... Vorige week die klapper dat gat gedicht werd naar 5, dat is wel even een tikje natuurlijk. Maar je moet nu gewoon nog punten pakken en dan heb ik nogal gewoon vertrouwen in dat je gewoon 15e kan worden. Ja, dat zal lastig worden, denk ik dan. Want als alles volgens de stand nu normaal loopt, maar ja, wat is normaal deze competitie? Dan speel je play-offs. Daar is VVV 2 keer op hachelijke wijze ontsnapt. Daar heb je wel iets van meegekregen, ja. Denk ik. Ja. Dat was eigenlijk onterecht, heb ik wel meegekregen. Dus, 3 keer een scheepsrecht? Of, Nou, laten we het hopen van niet. En als het wel zo is, dan laten we hopen dat we dan 15e staan. Dat er geen derde keer komt. Van, ja.
mooie deal, vind ik dat. Je bent in Limburg, je komt uit het noorden van Nederland, je komt eigenlijk nou uit Engeland. Hoe bevalt het hier in het Noord-Limburgse? Nee, het bevalt prima. Ik heb wel moeite als je echt mensen dialect gaan praten. Dat volg ik niet. Maar mensen verstaan mij ook amper, hoorde ik al wel, op de club. Dus, wat zeg je? Ik zeg, kijk eens. Ja, ik wou zeggen. Dat is voetbalhumor. Maar nee, bevalt prima. Bevalt prima allemaal. En vrouwen en kinderen zijn nou vast over? Ja, die zijn direct overgekomen. Zo gauw ik getekend had, zeg maar. Eind juli, ja. Denk ik. Toen zijn ze overgekomen. Mooi, mooi. Denk je dat je gaat winnen van Dion? Nou ja, het moet eigenlijk wel, of niet? Dus, maar ik wil er niet te veel druk op leggen. Maar... Je bent het aan je stand verplicht. Ja, ik leg er ook geen druk op. Ik bedank je ook alvast voor de komst. De heren gaan zich voorbereiden op het kickstartspel. Wij gaan er even tussenuit voor een andere sport. Uiteraard volgen wij de Lions van dichtbij. En zij namen het in de kwartfinale van de beker thuis op tegen Quintus. We pakken de draad op naar de rust. In de eerste helft was onduidelijk wie ging winnen. De Lions hadden vrijwel doorlopend een voorsprong van 4 of 5 goals. En Quintus kreeg niet de mogelijkheid om terug te komen in de wedstrijd. Eigenlijk vergelijkbaar met de competitiewedstrijd die de Lions 3 dagen eerder ook al tot een goed einde brachten tegen dezelfde tegenstanders. Bij rust was de stand 15-10. En ook in de tweede helft hadden de Lions weinig te duchten van de ploeghoed Quintus Heul. Zelf bleef de toersploeg geconcentreerd spelen en zijn goaltjes meepakken. Geen doelpunt van Tim Mullens. De Zuid-Hollanders probeerden het wel, maar kwamen niet echt dichterbij. Wat ook te danken was aan goed keeperswerk aan Lions zijde. Bovendien bleef Lions zelf regelmatig zijn goaltjes meepakken. Hij scoort Ivo Steins, dit de stand op 17-13 brengt. En de Lions bleven de betere partij. Hey, Roel Adams deed weer een goaltje meepik. En zo kabbelde de wedstrijd voort. Het niveau was niet extreem hoog en de spanning was ook niet extreem groot. Zoiets liet de Lions het simpelweg niet komen. Het enige doel was het halen van de halve finale en dat was deze wedstrijd geen enkel probleem. Coach Gabriel Rietbroek heeft niet veel beter sturen aan het werk van zijn team. En Big Quintus stond aan de time-out af te lezen dat ze niet echt het geluid hadden dat er gaat te halen was van Gelijn. Natuurlijk pakte de ploeg Quintus Heul hun goaltjes af en toe mee. Deze is vrij goed gespeeld. Maar als Quintus scoorde, deden de Lions dat ook. Hey Martijn Meijer vanaf 7 meter. Lions op weg naar de halve finale van de beker. Een van de twee doelen van het team, neven het kampioenschap. Hey opnieuw Martijn Meijer die scoort. De laatste treffer van de wedstrijd komt op naam van Quintus, waarmee de eindstand werd gebracht op 29-25. De Lions gaan naar de halve finale. De loting daarvoor is komende maandag op het kantoor van de Handbalbond in het Gelderse Oosterbeek. Ja, mooie overwinning van de Lions voor de beker en door naar de halve finale. Door naar de finale hier van vandaag bij het kickstartspel Marcel Sijp en Dion Dreesens. Dion, ooit gevoetbald? Ooit wel, maar niet dit soort voetbal. Geen Pietertje? Geen Pietertje, nee. Oké, ik ben benieuwd. Marcel, aan je stand verplicht om te winnen, dus jij mag zeggen wie mag beginnen. Hij mag beginnen. Dion mag beginnen. Dion, neem alvast plaats achter de bal, dan vertel ik even de stand op dit moment. Aan de leiding nog steeds Aziz Kaluta van Fortuna Sittard met 300 punten. Vorige keer hadden we meneer Kuipers van MVV met 240 punten die aardig aan de deur. Klopt. En we hebben op de derde plaats jouw teamgenoot Ricky van Haren met 210 punten. Eerste poging Dion Dreesens. Dion, succes! Yes. Kijk, de eerste 90 punten! Om en om, Marcel mag nou. Dat betekent Dion 90 punten voor een zwemmer. Zo, de captain van VVV. Laat zien waarom ze onderaan staan. Een hele makkelijke intikker was dat voor mij. Dat krijg je als je, kan ik die niet knippen, vol voor de 100 gaat, dat is het verschil. Dion voor zijn tweede poging, gaat hij op safe of gaat hij toch voor die bovenhoek? Op zijn 90 blijft het. Dion 90 erbij, totaal op 180 na twee pogingen voor een zwemmer, abnormaal. Marcel, tweede poging, volle risico, ben benieuwd. Ja, hij gaat ook voor die 90, applaus, ja. Dat betekent, Dion, dat je met je derde en laatste poging
zwemmers historie kan schrijven in het voetbalwereldje. Je kan je namelijk op de tweede plaats nestelen. Dat bij 70 punten al en meer uiteraard. Succes! Kijk! Ja! Fantastisch! Ja. Dit is ongelooflijk! 270 punten! Marcel! Kijk, gewoon even afreageren. 40 punten erbij. Kom erbij, Marcel. Terwijl iemand van Bieslo de bal aan het halen is, zijn wij hier klaar voor de afsluiting. Dion, van harte gefeliciteerd. Je staat momenteel in de finale van het Kickstar-spel. Dus je moet nog een keer aan de bak. Dus die Olympische Spelen Rio moeten heel even wachten. Bedankt voor de komst. Marcel, succes met VVV. Bedankt voor de komst. Mensen van VV Bieslo op de achtergrond, natuurlijk nog één keer een groot applaus voor jezelf. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. Volgende week een nieuwe Sportarena. En uiteraard hopen we dat jij erbij bent. Ruudje Boijmans zie je in de studio. Geef weer de buis. Tot volgende week. Hoi!